Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik in de aanbieding lichtseinen. Dit is één van de ene richting. Even kijken. Ik heb er meerdere. Dat is niet. Kijk. Eentje voor de heenweg, eentje voor de terugweg. En kijken. Ja, hier heb ik nog een dwergsein. Dit zijn niet de hele dure van die je in de winkel vindt. Deze zijn gemaakt door iemand die ze online verkoopt. En ik moet zeggen, ik vind ze best aardig gelukt. Misschien dat de trap iets te breed is, dat weet ik nog niet. Maar aangezien ik toch wel met Lima treinen rond aan het rijden ben, ga ik niet zo moeilijk doen over een te breed trapje. Nou, ik heb hier een Arduino en die is geprogrammeerd dat hij op elke van de drie draadjes hier 1 seconde stroom zet. Zodat ik kan laten zien groen, geel, rood. De zwarte draad is in tegenstelling tot wat je zou verwachten. Het is niet de minpool, maar de pluspool. En elk van deze draden zijn dus de minpolen. Ik schakel mijn Arduino dus ook op een low. Wat betekent dat de uitgaande poort hier gekoppeld is aan de ground. Aan de minpool in feite. Op die manier, als ik dus de schakeling laag zet, zou het lampje aan moeten gaan. Ik heb wat moeite om hier de dingen in te steken. Of eigenlijk om ze te goed te laten zitten. Rood, ja. Nu alleen groen nog. Zo. Groen, geel, rood. Groen is naar mijn zin iets te fel. Geel of oranje had iets wat feller gemogen. En rood ook. Of rood is eigenlijk prima. Maar om dat voor elkaar te krijgen zou ik alle weerstanden om moeten gaan gooien. Als ik dat niet doe, dan werkt dit prima. Nadeel van 1 weerstand. Voor alle drie de lampen. Naast dus de verschillende felheid is ook dat ik niet meerdere lampen tegelijk kan laten branden. Nou, naar mijn weten is dat ook geen geldig Nederlands seinbeeld. Misschien wel, maar niet mijn expertise. Zou ik een keer op moeten zoeken. De programmatuur die ik gebruik, de JMRI, die ziet het in ieder geval niet als geldig zijn beeld op dit moment. Kijk, daar is de gele. Groene. Geel. Op het moment dat je deze draden vast soldeert, heb je natuurlijk niet dit gedoe waar ik nu last van heb. Nu wil ik nog groen. Zo. Hier ook weer groen, wellicht iets te fel. En deze schijnt dus door aan de achterkant. Dat is wel jammer. Dan zou ik misschien de boel dicht kunnen maken met met wat? Met iets wat opvult. Deze hebben dat in ieder geval een stuk minder. Ik ga deze ook op mijn schaduwstation zetten op de onderkant. Om een beetje een idee te hebben wat mijn seinen aan het doen zijn.
Ik ga deze niet bovenop de baan gebruiken, dus die komen ook niet zo prominent in beeld. Ah, leuk, leuk hebben dingetje. Geinig om te hebben. Als je nu heel erg gedetailleerd wil, dan weet ik niet of dat met name deze kleine zijn geschikt zijn vanwege dat doorschijnen. En die grote zijn, ik weet niet helemaal of ze in verhouding zijn, maar goed, ik ben er blij mee. Dus tot zover. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. In de toekomst ga ik deze nog een keer aansluiten op mijn baan. En misschien dat ik dan ook laat zien hoe ik dat doe met de Arduino die ik daar heb hangen. En hoe dat dan weer zit in combinatie met mijn wisselaansturing en de software. Maar dat is een groot en ingewikkeld onderwerp. Dus tot die tijd. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.